voedsel wat verspild zou worden of vernietigd, ja, die strijd aangaan. En dat eten dus weer terug te brengen bij de mens op een fatsoenlijke manier, dat is gewoon eigenlijk nummer 1 doelstelling geworden. Ik schrok enorm toen ik erachter kwam hoeveel voedsel wij hier in Nederland weggooien. Het gaat niet over één pallet, maar over hectare aan oogst per dag. Ik koop daarom voedsel dat supermarkten of boeren willen weggooien, zoveel mogelijk op. Bijvoorbeeld groente of fruit dat niet het juiste formaat heeft of binnenkort over de datum gaat. Bijvoorbeeld deze paprika's. Wij bereiden daar de heerlijkste gerechten mee. En wat we niet direct kunnen gebruiken, maken we in. Technieken als wekken en fermenteren houden producten lang houdbaar. Dat zijn eeuwenoude technieken, maar door de komst van de koelkast zijn ze vergeten. Ik hoor vaak groente uit blik of een pot, dat is toch niet vers en dus niet gezond? Maar het is juist hartstikke gezond en circulair. Als je alleen maar met verse producten kookt, moet je juist veel weggooien. In mijn eentje kan ik de wereld natuurlijk niet redden, maar ik kan wel mensen inspireren. En bij Circle doen we dat bij alle gasten van de Zuidas, bij ons komen lunchen en dineren. En thuis wil het ook best lukken. Ik bedoel, 2 jaar geleden stotterde ik nog over het woord circulariteit. Terwijl nu mijn dochter van 12 het haar fijn kan uitleggen aan haar klas. En dat is gewoon enorm leuk om te zien.